Goedemorgen, ik ben Jules en ik heb mij eens op mijn buikje gelegd. En ik heb de hik. Ik heb een beetje de hik. En wat vind je ervan? Van wat? Van de nieuwe intro. Leuk! Ja, het is een beetje een briek en brak ding. Allee, briek en brak, ik ben er ook wat trots op. Maar het is nog niet... Allee, we gaan waarschijnlijk die intro vanaf nu vaker moeten aanpassen. Ja, omdat, ja goed, wij lijken nog altijd wel op die beelden van ja. toen. Maar Jules die zal heel snel evolueren, waardoor dat... Evolueren, lijkt wat Pokémon's. Waardoor dus dat die beelden op den duur niet meer relevant zijn. Nee. Dus vanaf nu krijgt Jano er een extra taakje bij, namelijk... vaker een intro maken op ons kanaal. En wie weet krijgen we ooit wel eens een nieuw muziekje. Weet je wat muziekje ik leuk vind? Zo van... My bestie and you bestie, sit down by the fire. Ta 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 la la ta ta. La 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 la. Dat vind ik een heel leuk... melodietje. En ik ben op zoek naar een muzikant die, net zoals het nummer die je nu hoort, dat is ook door een muzikant gespeeld. Dat is op de saxofoon. Allee, ik kan er nu niet op komen. I make no promises that it the golden rings, that it you everything tonight. Dat is dat, denk ik, hè. Tonight, ja. Voilà. Dus dat nummer, dat ga ik nu nog eventjes aanhouden voor de intro. Maar het is dus de bedoeling dat dus binnenkort er een nieuwe intro komt met een nieuw muziekje. En misschien wordt dat wel My Bestie and Your Bestie, Sit Down by the Fire. Maar dan op de saxofoon of zo, of op een ander instrument dat bij ons past. Weet je dat goed, klein dropje? We gaan jou hier niet zomaar achterlaten op jouw buikje, hoor. Want dat is een houding die je alleen maar mag doen wanneer mama en papa in de buurt zijn. Maar sowieso blijven in de buurt, hoor, manneke. We hebben altijd zicht op jou. Als we hier in onze sofa zitten, dan kunnen we zo uitkijken op zijn parkje. Hij heeft tralies, dus we kijken er los en door en we kunnen hem in toog houden. En we kunnen hem ook horen, want hij heeft altijd de hik. Als hij net gegeten heeft, heeft hij de hik. Hij ziet er zo sexy uit, hè. Als manneke. Oh, wat ben je toch een playboy. Huh? Speelvogeltje. Huh? Ja. Hè, huh, Juleke? Ik ben eventjes in onze tuin gedoken, in onze achtertuin. Niet dat we daar eigenlijk vaak in zitten, het is eigenlijk gewoon een brakliggend terrein waar onze kippen verblijven. Het is een heel groot terrein eigenlijk voor de kippen. Hier zitten ze. 1, 2, 3, 4 en hier is nummer 5. Ik ben hier sowieso om de kippenhokken eventjes een beetje proper te maken en om ze wat bij te voeden. Ze zijn blijven eten krijgen toen we op vakantie waren door de mama en papa van Jolien. Waar we ze enorm dankbaar voor om zijn. En het was Thibaut van der A die ons in een reactie op YouTube had gevraagd van hoe gaat het nu eigenlijk met de kippen? Wil je die nog eens vloggen? Wel, bij deze Thibaut, bedankt voor jouw reactie. Ja, de reacties staan terug aan hè, op YouTube, dus je kan weer terug reageren. Dat is heel erg fijn. We hebben ook besloten om daar anders aan te pakken dan vroeger. Het is namelijk zo, we zijn niet zo van de negatieve reacties. Goed, je mag dingen opmerken, je mag zeker kritisch zijn. Maar vanaf het beledigend wordt, of het pesterig wordt, of wat dan ook. Dan gaat bij ons de grote borstel erdoorheen, de grove borstel zoals het zeggen. Wordt jouw reactie niet alleen verwijderd, maar wordt ook jouw account en jouw toekomstige accounts die je maakt via je computer, worden die geblokkeerd op ons kanaal. Hou dat in je achterhoofd. Bij ons moet je niet afkomen met pesterijen of dergelijke. En doe je het wel, ja, dan wordt jouw account gewoon permanent geblokkeerd. En dan kan je onze filmpjes niet meer bekijken. Het gebeurt niet vaak, maar af en toe krijgen we er wel eens binnen. En die negatieve reacties, die verdwijnen bij ons sowieso automatisch. Eigenlijk komen die al in een apart lijstje. Want YouTube heeft een hele goede filter daarvoor. Jij ziet wel jouw reacties staan, maar al de rest niet. En YouTube die zet het in een bepaald lijstje. Dat lijstje dat kuis ik iedere dag eens uit. En
als er echt iets staat dat niet kan, dan, ja, dan gaat de blokker op. Maar goed, dit is echt maar voor een halve, of misschien zelf een halve van een halve procent van onze reacties die we binnenkrijgen. Eigenlijk 99,999% zijn allemaal hele toffe, leuke reacties. En nogmaals, bedankt daarvoor, dat is leuk. Ik ben terug van bij de kippen. Ze zijn allemaal gezond en wel, ze hebben een nieuw hokje. En we hebben bezoek. De overgrootouders, zeiden je. Ja. Heb je Jules al gezien? Ja, zo lief, mooi. Ik heb hem al een keer gestreeld op zijn ja, dat is goed, dat is goed. Lief, hè? Ja, echt een schattige nest. We hebben uw vlogjes goed gevolgd, man. Ja, het was allemaal wat, hè? We hebben genoeg nodig, hè? Ja. En ze hebben nog eens cadeautjes mee. Ja, maar, kijk een keer. Onze Jules wordt hier weer in de watten gelegd, hè? En mama en ons papa ook, want is ook handig, hè? Ja, absoluut. Ja, slabbetjes, dat heeft hij al snel tekort, dus dat is heel erg goed. En we hebben nog, ook nog andere spullen gehad. Kijk, hier van die tetra-doeken. Ja. Dat is van onkel Gilbert. Kijk eens, dat kunnen we ook nog gebruiken, hè? Ook een badjasje. En ook nog blokjes gekregen, dat is van mijn papa die ze mee hebben genomen. Kijk, daar kan ze zo schoon zijn naam mee maken. Ja, het staat nu wel verkeerd natuurlijk, hè? Ah, ja. We gaan aan hem moeten vragen hoe dat we het juist moeten zetten, hè? Aan onze Jules. Aan onze Jules. Zou het het kunnen uitleggen? Ja. Binnen eigenlijk een halfjaartje kan hij zo gewoon zetten door de J, de U, de L, de E en de S. Ja, hij kan het leren. Ja, en zo leert hij met en nog een koekendoosje, kijk, met zijn naam op en schoentjes. En ook nog voetbalschoentjes. Voor over een tijdje. We zijn hier in de watten gelegd, hè? Ja, ja. Kijk wat je hebt gedaan, hè? Wat heb je gedaan? Zo doe jij zijn luier. Ja? En wat is er mis mee? Maar dat is helemaal dubbel. Oei. En was ik de laatste die de luier had gedaan? Ja, je hebt de laatste de luier gedaan. Ai, ik krijg hier onder mijn voeten. Ja, gelukkig heb je niet zoveel pipi gedaan, anders was het eruit gelopen, zegt. Zegt hij, pipi, kaka. Ja. Het was een heel erg leuk bezoek. Mijn mimi is geweest, mijn opa. Niet alleen zij, maar ook Dirk en Anne zijn geweest, goede vrienden van ons. Zijn ook een paar keer in de vlog gekomen. Maar je weet hoe dat gaat, hè. Bij hele leuke momenten, wanneer je heel veel te vertellen hebt aan elkaar, dan wordt die camera al snel eventjes vergeten. Maar het was zo gezellig, het was zo leuk. We hebben onze verhalen, we hebben onze avonturen, die jullie trouwens ook gezien hebben in de vlog, nog eens opnieuw kunnen vertellen. En het was heel erg fijn, echt waar. En ze waren ook zo blij om onze Jules te zien allemaal. Als mensen zeggen, het is een schoon ventje, het is een braaf ventje, het is een schattig ventje, wel, dan streelt dat ook mijn ego. En ik denk dat dat bij Jean juist hetzelfde is. We hadden dat al, het is raar om de vergelijking te maken, maar het is absoluut niet te vergelijken, maar we hadden dat al met ons koffie- en theehuisje. Als mensen zeiden van, het is hier een mooie zaak, dan streelt dat ook al iets. Maar als ze dat zeggen over jouw zoon, oh, dat is helemaal anders. Dat is maal 10.000 keer dat je nog een goed gevoel geeft. En dat is zo fijn. Ik kan dat niet beschrijven. Ik had nooit gedacht dat het mij als mens iets, goh, hoe moet ik het noemen? Iets liefelijker, iets emotioneler zou maken, zo'n kindje krijgen. Ik had dat nooit gedacht. Maar ik ben op de een of andere manier ben ik plots veel meer gaan begrijpen. Dat is moeilijk uit te leggen zeker, hè? Ik ben mensen met kinderen bijvoorbeeld gaan begrijpen. Ik ben mensen met baby'tjes gaan begrijpen. Een sjoke van Jules. En we krijgen terwijl hier een sjoke van onze Jules. Hij heeft een mooie luier aan, hè? Ja. Laat mij eens zien. Kijk eens hier, hoe mooi. Van waar is dat? Van Rascal and Friends. Van Rascal and Friends. Ja. Wauw. Mooi, hè? Zo zacht. Dat is zijn juiste maat. Ja. En van 3 tot 5 kilo, dat is goed, want jij bent over de 3 kilo gepopt. Ja. Poppetje. Mm-hmm. Hij heeft echt een mooi pakje aan ook, hè? Ja. Met hondjes op. Oh. Hey, je bent braaf hoor, makker. Echt waar, iedereen heeft het gezegd vandaag dat jij de braafste baby bent die ze ooit gezien hebben. Ja? Oeh, zegt hij. Ja. Wanneer ga jij eindelijk eens wenen? Ga jij nu eens wenen? Nee? Ah, maar jongen toch, straks denken we nog dat je ziek bent omdat jij niet weent. Jules die weent enkel maar als hij een beetje honger krijgt en hij krijgt niet snel genoeg zijn papje. Of hij komt uit het badje. Dan weent ons Juleke een beetje. Maar voor de rest horen wij die niet, hè, mama. Wat een brief, brave jongen. Geen al drie jongeren.
Ja. Die heeft daar nog. Hij heeft zijn flesje flink gegeten. Een flesje, niet de inhoud. Ja, de inhoud. Zijn melkje flink gegeten. Ja, ja. Ja, en de pokeball voor papa staat hier klaar. Ja. En voor mama, lekkere sushi. Als er één ding nat dan is, dan is het je eigen eten meenemen op restaurant. Maar voor baby's wordt er een uitzondering gemaakt. Hè. Baby's die mogen wel nog altijd lekker eten. Eigenlijk is het nog een gat in de markt dat je babyvoeding zou gaan verkopen in je restaurant. En dat je dan eigenlijk zou kunnen zeggen van ja, kijk, ze moeten het niet meenemen, ze kunnen het gewoon bij ons op de kaart bestellen. Ik vraag me af of dat een restaurant dat heeft. Of zelfs dat ze in één keer zeggen, ah oh ja, maar dan haal eventjes de vrouw des huizes, die geeft borstvoeding aan de baby. Nee. Lig jij er zo'n beetje lekker? Ik heb een doekje met tractors over mij heen gelegd, want hij durft wel eens terug te geven. Zeker omdat hij zo heel gulzig eet. En dan eet hij soms ook een beetje te snel en daardoor geeft hij soms ook wat terug. Nooit heel erg veel, maar toch ja, net genoeg om een grote vlek te maken bij papa. En daarom ook een beetje een doekje leggen. Zorgt mama iets minder was. Ja. Is het lekker? Heel lekker. We zitten hier trouwens bij het restaurant waar vroeger een koffie- en theehuisje ook was. En ons is eigenlijk een beetje verder van onze eigen koffie- en theehuisje. Er was ook nog een andere koffie- en theehuisje. Die zaten hier vroeger hier. En ja, toen zijn we hier ook natuurlijk ook geweest. Het waren fijne collega's. Maar die zijn verhuisd. Die zitten nu een paar duizend euro verder. Dus dit kwam vrij te staan. En wisten we eigenlijk al een beetje voor dat het nog te huur stond. En de huidige eigenaar was op dat moment op zoek naar een nieuwe locatie voor zijn sushi-restaurant. En ik zag dat op Facebook voorbij komen. En ik dacht van, ah, dan is dit de geschikte locatie. Jean had dan een keer laten vallen dat hier geen sushi-restaurant is in ons dorp. Et voilà. Ik heb die persoon dan maar dit adresje doorgegeven. En zo geschieden. Hij is hier komen zich vestigen en daardoor kunnen wij hier nu een lekkere pokeball en sushi eten. Yay. Leuk hè? Ik denk dat hij het eens is. Niet zeggen is, hoe zeggen ze dat? Niet zeggen is toestemmen. Voilà. Het was nog lekker eten en we zijn thuis gekomen. We hebben Jules in bed gelegd en wij zijn zelf ook goed in slaap gevallen. En dit is al de volgende dag, dus we gaan deze afsluiten en we zien jou heel graag morgen terug voor een nieuwe video. En het bad staat hier al klaar, dus morgen zie je hoe Jules in thuis, bij ons thuis, in bad gaat. Tot morgen! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.